Ik hoop dat iedereen schone kleren bij zich heeft, want we gaan veldrijden. Mooie sport. Ja, wel een onhandige sport. Veldrijden is de nationale sport van Vlaanderen en het is een beetje een kruising tussen wielrennen, atletiek, scouting en de slag bij Verdun. De renners rijden een uur lang rondjes op een onverhard parcours. Zo zien ze er aan het begin van de wedstrijd uit en zo komen ze 10 rondjes later over de finish. In Vlaanderen komt Zwarte Piet niet door de schoorsteen, maar op de veldrijfiets. En er is iets geks aan de hand in het veldrijden, want er doen dus vooral Belgen mee, maar de beste veldrijder ter wereld is een Nederlander. Onze eigen Mathieu van der Poel, een echte Hollandse jongen. Ja, al veel beelden, vooral de Sjane Kant die al veel besproken was, waar iedereen al beneden gleed. Ja, hij praat niet heel Nederlands. Nou, hij woont ook niet heel Nederlands, namelijk in België. Daar is hij ook geboren. Maar is hij dan niet gewoon een Belg? Absoluut niet. 1. Hij heeft een Nederlands paspoort. 2. Hij is vorige week wereldkampioen geworden. Wereldkampioen in Bogense, Mathieu van der Poel. Fantastisch gedaan. Van der Poel won dit seizoen vrijwel elke wedstrijd waar hij aan meedeed. Vandaag ook weer in Hoogstraten. Van der Poel wint zo vaak, als er iemand anders wint, wordt er altijd even bij verteld dat het alleen maar komt doordat Van der Poel niet meedeed. Een paar nieuwsberichten van deze winter. Van der Poel valt door Stuart en wint toch. Val en lekke band deren Van der Poel niet. Van der Poel wint in Gieten op 1 been. Dat is een echte kop. En Van der Poel eet 4 weken niet, rijdt sloot in, verliest fiets, wordt opgegeten door wolf en wint race. Ook een echte kop. Nee, Jonathan, die laatste hebben wij dan zelf bedacht. Oké, okay. Nou, toch bizar. Ja. En wij lachen erom, maar in België vinden ze het helemaal niet leuk dat Van der Poel alles wint. Luister bijvoorbeeld naar oud-wielrenner Roger de Vlaming. Ik denk dat Mathieu van der Poel iets slimmer moet zijn. Het is niet meer het kijken waar. Het is natuurlijk een echte Hollander die alles naar hem wil toetrekken. Ik begrijp dat wel. Ja, dit is dus zuiver racisme. Dus Van der Poel is een echte Hollander die heel egoïstisch alles wil winnen. En Roger de Vlaming is maar een bescheiden Vlaming die alleen maar 4 keer Parijs-Roubaix heeft gewonnen. 2 keer de Ronde van Lombardije, Luik, Bastenaken, Luik. 3 keer Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel is niet de eerste Nederlandse veldrijder die te maken krijgt met de Vlaamse haat. Denk aan Richard Groenendaal. Die loste dat zo op. En dit kan natuurlijk niet, want geweld is nooit de oplossing. Mooi. Is dat Churchill? Konterman. Maar ik snap die Belgen wel, want op een gegeven moment is het gewoon niet meer leuk als Van der Poel meedoet. En de renners zijn vertrokken. Van der Poel, rechts in de witte trui, zet meteen aan. We zijn 50 meter onderweg. Van der Poel heeft al een flink gat te pakken. Kan hij lekker rustig over deze malle heuveltjes. 5 minuutjes onderweg nu. Van der Poel haalt zijn eerste tegenstanders al een rondje in. En hij stopt. Van der Poel stopt. Hij stopt. Hij gaat gewoon met zijn fans praten. Een paar mensen duiken weg. Die zijn Richard Groenendaal gewend. Maar Van der Poel maakt gewoon een praatje. Niks aan de hand. Een paar handtekeningen. Hij denkt, ik heb de tijd, dus waarom niet? Even naar de concurrentie. Wat doen die hier eigenlijk? Wat is dit? Dit schiet niet op, jongens. En Van der Poel ook weer op de fiets. 2 lekke banden inmiddels. Maar Van der Poel weet, met 4 rondjes voorsprong hoeft dat geen probleem te zijn. Oh. Valpartij, nee, dit is een ramp. Hele fiets onder de modder. En dan moet je net Van der Poel hebben. Die houdt daar helemaal niet van. Oh jee, en de grote vraag is nu, kan die hem nog schoonmaken? Ah, een spuit. Ja, want je wil niet met zo'n gewoon een fietsje 227 gebieden pakken. Dan ben je een groot sportman, hoor. En weer door. Zijn voorsprong is iets teruggelopen. 3 rondjes nog maar. Maar het belangrijkste is, zijn fiets is schoon. Van der Poel moet nog 2 rondjes, maar ja, het kan niet meer misgaan. Dit gaat gewoon lukken. Nog 2 rondjes te gaan. Heel begrijpelijk dit. Het is zo zinloos allemaal, hè, op een gegeven moment. En hier even een trappetje op en het kan maar 1 ding betekenen. Van der Poel heeft honger. Ja hoor, ja, daar staat de caravan van zijn moeder. Even wat eten, even kijken of er iets is. Ja, ik ben nu het brood aan het zoeken, maar... Maar, waar ligt brood? En ja hoor, zijn moeder heeft het brood niet klaargelegd. Brood? Kast naast de bank. Oh, naast de bank. Klassieke plek. Naast de bank. Ah, ja, ja. Wie is dit, jongens? En door. Mooie beelden uit de helikopter. Ai, 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 dit is Roger de Vlaming. Hij probeert het al 3 ronden en nu heeft hij hem te pakken. Van der Poel tegen de grond. Heel kinderachtig van de Vlaming. Typisch Belgisch, maar goed, de voorsprong is nog steeds riant, hoor. Ja, hij is er, hij is er. Mathieu van der Poel, nog even gedoucht, brandschoon. Mathieu van der Poel wint hier wederom opnieuw. Vond je dit een leuk filmpje? Bedankt! Leuk dat je het even laat weten. Stellen we zeer op prijs. Oh ja, nu we je toch spreken, abonneer je meteen even op ons prachtige YouTube-kanaal. Even abonneren. Doe maar. Ja, top. Ja, moet je doen. Ik zou het zeker doen. Ja.